Nederland 3 en dit is dan toch nog de VPRO. Nu eerst laatste nieuws. Daarin discussiëren Huip Boermans, de baas van RTL 4, RTL 5 en van Veronica, en Karel van Dodewaard, de voorzitter van de TROS, over het gevecht dat vanaf 1 september tussen de commerciële en de publieke omroep zal losbarsten. Met ingang van 1 september kan de Nederlandse televisiekijker kiezen uit nog meer commerciële zenders. Naast SBS6 zal ook het dan commerciële Veronica gaan strijden om de gunst van de tv-kijker. In de herfst van 1995 zal er een hevig gevecht worden geleverd om de kijkcijfers en reclamegelden. Aan de ene kant de publieke omroep, die een gemengde financiering heeft en zijn inkomsten krijgt uit reclame- en omroepbijdragen. Aan de andere kant de commerciële, die hun inkomsten geheel uit de reclame moeten halen. Sommigen vrezen dat in deze veldslag de publieke omroep grote aantallen kijkers zal verliezen aan de commerciële en pleiten voor een harde concurrentiestrijd om de beschikbare reclamegelden. Anderen ijveren in de huidige chaos voor een nationaal stelsel, een Nederlandse BBC, waarbinnen de huidige omroepen kunnen opereren. In Laatste Nieuws, aflevering 4, een gesprek met twee hoofdrolspelers in de strijd tussen commerciële en publieke omroep. De twee opponenten zijn Huip Boermans, 54 jaar. Werkte in de reclame en was jarenlang uitgeverspaus bij de VNU. 3 jaar geleden begon hij zijn televisiecarrière bij RTL, waar hij een van de architecten was van de mediafusie met Veronica en Endemol, het bedrijf van Joop van den Ende en John de Mol. Boermans is nu de algemeen directeur van de Holland Media Groep en dus de baas van RTL 4, RTL 5 en Veronica. Karel van Dodewaard, 48 jaar. Was jarenlang voorzitter van de directie van Lintas Groep Nederland, waaronder het reclamebureau Lintas valt. Hij werd in 1993 voorzitter van de directie van de TROS. De omroep voerde gesprekken met RTL over een mogelijke commerciële toekomst van de TROS, maar bleef uiteindelijk in het publieke bestel. De TROS zendt nu uit op Nederland 2, samen met de evangelische omroep. Heren, welkom. Ik wou beginnen met meneer Boermans. U zei onlangs in een interview in Trouw dat het eerste wat u 's ochtends doet als u het kantoor binnenkomt is kijken naar de kijkcijfers van de vorige avond. Klopt. Hoe was dat vanochtend? Ik heb daar vanochtend snel even naar gekeken. We hadden ongeveer een 23% en waren de leider op RTL 4, gisteravond dan. En we hadden een 6,5% op RTL 5. Daar zijn we heel tevreden over. Daar bent u tevreden over? Ja, gewoon een goede dag. Welke programmamakers kunnen op grond van de cijfers hun koffers pakken? Nee, niemand. Nee? Alles gaat gewoon goed door. Ik heb ze allemaal hard nodig. Maar u hebt een ondergrens voor bepaalde programma's? Ja, maar dat moet je zo niet zeggen. We hebben programma's die we over een langere termijn plannen. En dan beoordelen we hoe dat gaat. En als dan een programma na een week of 12 of 13 helemaal niet aan zijn doelstellingen beantwoord, dan nemen we het voor de volgende 13 weken nemen we het uit de serie. Ja. 12 of 13 weken? Dat 12 of 13 weken zijn voor gewone series is toch wel een minimum. Meneer van Dodewaard, is dat ook het eerste waar u naar kijkt, 's ochtends, kijkcijfers? Ik ben niet in de gelukkige omstandigheid dat we elke dag uit mogen zenden, maar als wij uit mogen zenden, en dat was niet vandaag, dan wel, ja. En hoe was dat de laatste keer? Dat was heel goed, met name onze actualiteitenrubriek stemt mij, twee vandaag, stemt mij tot grote vreugde. Mm-hmm. Op wie mikt de TROS eigenlijk? Hoe ziet de gemiddelde TROS-kijker eruit? De gemiddelde TROS-kijker is een familiedoorsnee, letterlijk een familiedoorsnee. We zijn een familieomroep en dat betekent dat we iedereen binnen die familie iets willen brengen. We zijn een typisch Nederlandse omroep, er zit een accent op Nederland. We willen proberen laagdrempelige programma's te brengen. Daar bedoel ik mee dat een hoop mensen het leuk vinden dat het voor iedereen goed begrijpelijk moet zijn. Daar zitten elementen in als vrijheid van het individu, wat verschrikkelijk belangrijk is. Een liberaal tintje zit er in de TROS. Bedoelt u daar precies mee? Een normen en waarden is een burgerlijke normen en waarden zijn een zaken waar we ons nog mee bezig houden. Dat wil zeggen dat wij kijkcijfers en waarderingscijfers verschrikkelijk belangrijk vinden, maar dat wij niet programma's uitsluitend uitzenden voor voor hoge kijkcijfers. Maar dat we ook fatsoen daar nog, dat klinkt een beetje dominee-achtig en zo dominee-achtig zijn we niet. Kunt u een voorbeeld geven?
Als we een detective-serie uitzenden, dan zijn er dus omroepen die daar een heleboel kijkdichtheid in creëren door veel bloed te laten vloeien en de kogels goed over het scherm te laten gaan. Nou, wij denken dat bijvoorbeeld een serie als Derek, waar ook een beetje sociologische achtergrond in zit, waar je weet waarom dat de directeur op het verkeerde pad gaat, of de drugsverslaafde drugsverslaafd wordt en zijn euvele daden gaat plegen. Dan denk je dat zo'n, en dat zie je ook, dat zo'n programma ook tot een heel spannend programma kan leiden met redelijk hoge kijkcijfers. Je ziet een duidelijk onderscheid tussen wat TROS is en wat bijvoorbeeld RTL 4 is. Ja, in de meeste gevallen. Ziet u dat ook? Nee, ik zie dat niet. En dan hebben we ook tenminste iets leuks om over te praten. Ik denk dat heel veel van de programmering van TROS en RTL 4 hetzelfde is. In die zin, we mikken beide op de doorsnee Nederlander. En we doen dat ieder met hun eigen manier van invullen. En ik denk dat wij het voordeel hebben dat we iedere avond kunnen uitzenden, waardoor we heel strak kunnen programmeren. En de kijkers een geweldige gewenning kunnen geven aan het spel, aan de dramaserie. Ik wil maar zeggen, doordat wij 7 dagen in de week werken, kunnen we vrij strak programmeren. En dat maakt een trouw aan onze kijker groter. Maar de typologie van programmering is in een heleboel gevallen tussen RTL 4 en TROS is gelijksoortig. Ja, gaat goed. Ja, er is natuurlijk één duidelijk verschil in opdrachten die we hebben. Een publieke omroep en dus ook de TROS heeft ook de opdracht om cultuur, informatie, kunst en verstrooiing te brengen. Bovendien is die verstrooiing dan nog eens een keertje van die uit dat daar ook vaak een boodschap in zit. Ik kan daar wel een paar voorbeelden van nemen. Dat programma is Eenmaal Andermaal. En daar kan je op een hele makkelijke manier door Jan-Pieter Glerum kan je zaken die kunst betreffen bij de mensen brengen. Mm. En een programma als TROS Triviant geeft een hele aardige een mix van informatie, cultuur en kunst die op een hele speelse, laagdrempelige manier bij de mensen... Zijn dat programma's die niet bij RTL 4 zouden kunnen? Ook okay, absoluut. Ja. Triviant zouden we best kunnen brengen. Maar ik ben heel tevreden over... Maar zou u het ook doen? Als kijkers. Als het format ons aangeboden geweest zou zijn, of een type format als dit, en het trekt de kijkers die we willen hebben, waarom niet? Wat is het onderscheid? Waarom onderscheidt de TROS zich met dat soort programma's van de commerciële omroep? Nou, meneer Boerman zegt dat hij, als het hem aangeboden was, dat hij zou doen. Maar ik constateer dat wij die opdracht hebben en dat we die opdracht inderdaad laagdrempelig voor een groot publiek uitvoeren. En als we het over verstrooiing hebben, overigens, dan daar wordt ook vaak aan voorbij gaan. Dan zie ik bij de publieke omroep, en ik kan voorbeelden nemen van de TROS, maar ik kan ook voorbeelden nemen van de collega's van de VARA bijvoorbeeld, dan zie ik dat verstrooiing, dat daar ook een zekere boodschap in gebracht wordt. Dat daar vaak ook een moraal in zit. En daar, ook daarin geeft u een voorbeeld? Laat ik eerst met VARA beginnen. Ik kan zo eentje van de TROS noemen. Zeg eens A bijvoorbeeld. Zie ik een jonge, gekleurde, allochtone, met lang haar arts in. Hè? Die, in het begin is dat even wennen. Dat zo'n jonge arts die toegevoegd werd aan die... En dat is met een boodschap erin gekomen? Ik denk dat het wel degelijk die erin geschreven zijn om inderdaad de boodschap, om dat soort dingen geaccepteerd en normaal te vinden. En ik denk dat je als kijker inderdaad een proces heen gaat, dat je eerste instantie, denk ik dan heel veel mensen zeggen, een arts heeft geen lang haar en een arts is meestal niet allochtoon. Nou, ik denk dat het een hele goede manier is om dat in zo'n verhaal te schrijven. We hadden Medisch Centrum West. Medisch Centrum West komt op een bepaald moment. Een van die artsen die krijgt trombose in zijn been, herinner ik me. Die man komt er bovenop. Dan wordt er doorheen geholpen door zijn collega's. Er wordt wat achtergronden verteld over die ziekte. En ik denk dat een heleboel mensen oppikken van, goh, als een arts dat krijgt. En als een arts dat allemaal doormaakt, daar leer ik voor mezelf ook wat van. Je hebt vorig jaar ook aan tafel gezeten. Ja. En dat was om te kijken of uw familie van elkaar kon worden. Ja. U hebt toen fusiebesprekingen gevoerd. Ja. Meneer Boermans was namens RTL 4 toen aan het woord. En u namens de TROS. Goed, fusiebespreking, zag u nee schudden. Het ging over samenwerking. Ja, het was een fusiebespreking, ja. Natuurlijk. Was het waarom wilde u eigenlijk uit het bestel? Wij onderzochten waar we de beste toekomst zouden hebben. Het was dus niet zo dat bij ons van tevoren vaststond dat we uit het bestel zouden willen stappen. Het ging ook niet over een mogelijkheid om te kijken of we geld konden verdienen. Maar wij hebben gekeken
binnen welke context we het beste onszelf zouden kunnen blijven en de programma's uit zouden kunnen blijven zenden die we uit willen zenden. Hm. En nou, het is heel duidelijk dat we binnen het bestel, als we binnen het bestel zouden blijven, dan hebben we toen besloten dat we concessies zouden moeten doen aan onze programmering en onze zelfstandigheid. Dat is onvermijdelijk, dat hebben we ook geaccepteerd. Maar we hebben gekeken of we in samenwerking met een RTL, en hebben we ook met een SBS gesproken, of in een commerciële setting misschien nog grotere vrijheid zouden kunnen krijgen. En dat bleek nu het geval. Waarom is het mislukt? Nou, het is eigenlijk mislukt, denk ik, om twee redenen. De aansluiting die de TROS ons kon bieden was op zichzelf belangrijk. Maar we hadden toch best wel problemen gezien om de profilering in termen van de programmering goed te krijgen. En zagen dat je de programmering van de TROS verder zou moeten aanpassen. Nou, de TROS stond toch wel heel erg op zijn eigen identiteit. Op zichzelf begrijpelijk. Dus dat is echt een struikelblok geweest. Wat we vrij snel ook ontdekt hebben. Wat wilde u aanpassen? Nou, ik denk dat wij niet naast RTL 4 precies eenzelfde TROS hadden willen hebben. Hm. Wij hadden dan toch een deel van de programmering willen aanpassen. Zodat het een betere aansluiting op RTL 4 was geworden. En aan de andere kant was een tweede belangrijk struikelblok was... vrij snel was de financiële verhoudingen waarin wij zaken zouden gaan doen met elkaar. En daar had de TROS wat hogere aspiraties dan wij wilden waarmaken. Ja. En dan hebben we gewoon in alle vriendschap gezegd, laat ons een streep achterzetten. Wij hebben elkaar goed leren kennen in een overigens heel plezierig proces. Welk wezenlijk onderdeel van uw identiteit werd daar aangetast? Ik vind het goed dat ik eerst even te lasten worden van meneer Boermans inga. Ik denk dat het uiteindelijk niet op die financiën afgesprongen is. Want ik denk dat we daar best een vorm voor gevonden hadden dat we in goede harmonie dat hadden kunnen doen. Ik denk uiteindelijk, en dat accepteer ik overigens best, dat waarschijnlijk de doorslag gegeven heeft dat er een nieuwe kandidaat aan het firmament kwam. Die verbonden was aan een grote succesvolle productiemaatschappij. Dat het een kwestie was van kiezen. Namelijk? En dat Veronica met Anne Mol. Dus ik denk dat dat ook een rol gespeeld heeft. Maar dat is een kleine Ik wil in alle duidelijkheid wil ik best zeggen dat op het moment dat wij de zaak beëindigden, dat wij niet in gesprek waren met Veronica, maar dat wij wel degelijk zeg maar de kansen om een Veronica in onze richting weer te krijgen. Laten we wel wezen, het is in de periode geweest dat de NOS een samenwerkingsverband met Anne de Mol aanging, de zogenaamde strategische alliantie, als dat is gaan heten. Ja. En dat wij diep in ons hart aan het begin van het avontuur ooit gewerkt hebben aan een samenwerkingsverband met Veronica, wat toen niet haalbaar bleek te zijn. En na het afsluiten met de contacten met de TROS is dat een aantal maanden later is dat wel tot stand gekomen. Ja. Maar dat zag u toen al aankomen? Of? Nee, ik zag het niet aankomen. Ik heb daar wel eens op gehoopt, ja. Hmm. Want laten we wel wezen, Veronica... Maar met alle respect, suggereert dat u dat toen eigenlijk al wist en dat u daarom dacht van, nou, laat maar gaan. Ik kan hier gewoon zeggen dat we dat niet wisten. Hmm. Ik kan wel zeggen, zeg maar, dat Veronica aan het begin van het hele avontuur, toen wij een jaar geleden, magische datum 20 september van dit jaar, nog maar een jaar geleden, praten met Veronica, toen vonden wij de aansluiting van Veronica als station op zichzelf het mooiere dan de aansluiting van de TROS. Om de simpele reden dat Veronica een jong profiel had. En de aansluiting zin, bedoelt u het publiek wat ze bedienen? Het publiek wat ze bedienen. Want de kijkers van Veronica sluiten heel mooi aan op de kijkers van RTL 4. Het vult meer aan, het overlap meer aan, minder. Ja, de overlapping was minder. Dus met andere woorden, het probleem van de programmering waar ik net op doelde. Dat probleem deed zich in veel mindere mate, of heeft zich eigenlijk niet voorgedaan in de discussie die we met Veronica gehad hebben. Maar moet ik uit de suggestie van meneer Van Dodewaard begrijpen dat u uiteindelijk nee hebt gezegd vorig jaar? Ach, wij hebben nee gezegd, zij hebben nee gezegd, hebben gezamenlijk nee gezegd. We hebben gewoon gezegd van, het zit er gewoonweg niet in op dit moment. Klaar. Dan nu de vraag welk wezenlijk onderdeel van uw identiteit daar werd aangetast. TROS is een merk en wij wilden dus heel erg graag dat merk handhaven met al die elementen erin die wij belangrijk vinden. RTL was van mening, en ik vind het overigens volstrekt respectabel, maar goed, dat kwam ons niet zo goed uit, dat het belangrijk was om een sterk aangestuurde centrale leiding te hebben vanuit een raad van bestuur, die op een bepaald moment ook bijvoorbeeld een filmvoorraad die er was, kon bijvoorbeeld naar een TROS kon dirigeren als dat zo uit zou komen, of die al in bepaalde stadia kon zeggen van jongens,
jullie moeten wat meer van dit en wat minder van dat doen. Nou, dat vonden wij dus ongewenst. Niet omdat we van die eigenwijze mannen zijn die geen enkele inmenging wilden, maar als de enige reden is om te overwegen om uit het bestel te stappen. Maar waren het slechte films of zo die je moest laten zien? Nee, helemaal niet. Dan hoeft het geen slechte films te zijn. Maar wat was er mis mee? Waarom past het niet bij de TROS? Nou, omdat wij, zoals ik net zei, we hebben die doelstelling om niet te veel geweld bijvoorbeeld erin te hebben. Er mag best een leuk stukje erotiek in zitten, maar niet omwille van. En dat betekent niet dat ze bij RTL uitsluitend de bloed en seks op de plank hadden liggen. Maar nou, in ieder geval hadden wij niet het filter om die films in te zetten en die programma's in te zetten die wij bij ons merk vonden passen. U bent in het bestel gebleven. Hoe vindt u dat het bestel zich moet opstellen ten opzichte van de commerciële omroep? Op welke manier moet het bestel zijn eigen positie zien te behouden? We moeten een zakelijke strijd gaan voeren. Dat betekent dat we in de eerste plaats natuurlijk onze principes trouw moeten blijven. Maar daarnaast is het zo dat we voor een bepaald marktaandeel staan. Er komen dus ineens allerlei nieuwe zakelijke elementen komen erin. En als je voor een marktaandeel staat en je hebt zakelijke doelstellingen, dan kan je niet anders, naar mijn gevoel, dan ook zakelijk gaan opereren. En zakelijk opereren betekent een marketingplan maken. En binnen dat marketingplan allerlei maatregelen treffen die ervoor zorgen dat je dat marktaandeel houdt. Een van de belangrijkste maatregelen daarin is te zorgen dat je ook, niet alleen maar dat je op je drie zenders in ieder geval een flink aantal programma's hebt met brede programmering. Brede programmering, daar bedoel ik mee programma's waar een heleboel mensen naar kijken. Daar bedoelt u mee programma's die net zo goed door RTL 4 zouden kunnen worden? Nee, dat bedoel ik absoluut niet daarmee. Want ik heb net al proberen aan te geven dat, ik bedoel, een tv-show van Ivonie bijvoorbeeld bevat een soort van edutainment, noemen wij dat vaak. Bevat een ongelooflijke hoeveelheid elementen op het gebied van informatie en kunsten en cultuur, maar wordt door mensen ervaren als een lekker ontspannend programma. Zou u die willen hebben, meneer Boermans? Ik heb al gezegd, wat scoort het, Karel? Als het goed scoort, dan kan het een kandidaat bij ons zijn. Waarom niet? Ik bedoel, dus mijn simpele criterium is dat in het type business waar ik in aan het werk ben, heb ik geen specifieke educatieve opdracht. Hmm. Ik heb wel een opdracht om ervoor te zorgen, vind ik, dat een zekere normen en waarden gehandhaafd zijn, ook op onze zenders. Daarbinnenin is natuurlijk wel, de kijker is bepalend. En dan heb ik primair een amuserende opdracht. En mijn kijker komt 's avonds thuis en wil een stuk plezier op de buis hebben. En daarnaast bepaalde informatieve programma's die hij leuk vindt of zij leuk vindt. En veel films. U gaat dus voor een deel op diezelfde markt zitten als publieke omroep. U zegt, wij moeten ook die verstrooiende, die grote programma's maken voor een breed publiek. Een programma als Love Letters van Linda de Mol. Dat is toch niet een programma wat niet ook door de commerciële omroep gemaakt zou kunnen worden? Nee, ik denk ook niet dat je daar. Dat is een beetje het cement tussen de programma's in. Ik heb wel eens een keertje gezegd, cultuur, informatie en kunst te brengen en verstrooiing is een beetje als boterhammen met worst en met kaas brengen en met boterhammen met jam. En boterhammen met jam. Ik denk dat er ook boterhammen met jam tussen moeten zitten. En Love Letters, Blind Date, een ander programma, is een programma wat ook heel goed bij RTL uitgezonden zou kunnen zijn. Zoals overigens, ik zag laatst in het programma Kijk TV. Een hele indrukwekkende, vond ik, beeld van een veerman die een roeibootje ergens in het land opereert. Een portret daarvan. Dacht ik, nou, dat zou een trosprogramma hebben kunnen zijn. Dus ik denk dat je niet moet denken dat die programma's niet soms uitwisselbaar zijn. Maar dat betekent niet dat wij voor een andere taakstelling staan dan. Maar dan het probleem eigenlijk dat je op één avond eigenlijk zo vreselijk veel verschillende dingen eigenlijk op de zender moet doen. Ik praat nog niet even over de TROS of op de VARA of de programmering van Nederland 1 gaat. En omdat je die opdracht hebt om ook je educatieve taken te vervullen en je wilt een bepaalde hoeveelheid kijkers trekken, moet je groot amusement brengen in de hoop dat je ze daarmee vasthoudt voor de kleinere programma's, et cetera. En het gevolg wat je daarvan ziet, is dat je geweldige wisseling in die kijkcijfers krijgt, et cetera.
En dat vind ik het moeilijke van de programmering van de publieke omroep. Het is ook niet eenvoudig, zeg ik daarmee. Maar tegelijkertijd is dat het voordeel voor de commerciële omroep, die een grotere mate van herkenbaarheid kan neerleggen. En ik moet je ook zeggen dat ik in die zin heel benieuwd ben naar de programmering die met name Nederland 3 gaat voorleggen binnenkort, het eind van de maand geloof ik. Omdat ik daar verwacht dat men met een heldere programmering komt vanuit VARA, NPS en VPRO. Gericht op een bepaalde kijkersgroep die wat minder te maken heeft met het grote amusement. Mm-hmm. En daar ben ik heel benieuwd naar of men geslaagd is in die gedachtegang. Ja. U vindt dat er een publieke omroep moet blijven bestaan? Dat heb ik vaker in het openbaar gezegd en dat zul je me ook altijd daar een verdediger wel in vinden. Maar ik heb ook altijd vaak gezegd van, ja, een moeilijke discussie hoor, van een publieke omroep die zich aan zijn taak houdt. Dan moet je eerst eens gaan definiëren, wat is eigenlijk die taak van die publieke omroep? Nou, er zijn net wat dingen over de tafel gekomen waar ik me best voor een deel in kan vinden. Maar je moet je ook afvragen, in het jaar 2005... hoe ziet dan het omroeplandschap eruit in algemene zin? Hmm. Als we de voorbodes van Amerika, van Duitsland, van Frankrijk enzovoort zien, dan zien we dat er een veranderende rol is, gewoon omdat de schaarste voorbij is. En dat de toegang tot media niet meer is 20 kanalen, 15 kanalen of 50 kanalen, maar dat we de 200, 250 kanaalmogelijkheden op zichzelf hebben. Hmm. En dat iedere functie, of het nou sport is, nieuws of wat dan ook, naast in vormen van wij het noemen gratis televisie bekeken kan worden. Gratis televisie bij ons gefinancierd uit reclamegelden, maar bij de publieke omroepen ook nog voor een belangrijk gedeelte door de kijkers bijdragen en dus daarmee door de overheid gefinancierd is, als het ware. Ja. Groot verschil. Maar dat probleem is zometeen voorbij. Dus de kijker bepaalt zelf wel wanneer hij wat wil ontvangen. En eigenlijk moet je je afvragen hoe dan de rol van de publieke omroep in het jaar 2005 eruit zou zien. Denkt u dat er een situatie kan ontstaan waarin alles gratis te bekijken is zonder overheid? Nee, ik vind dat dat ook niet zou moeten zijn. Programma's zouden er altijd met steun van de overheid moeten worden blijven gemaakt? Ik vind minderheden programmeren vind ik heel belangrijk. Ik denk dat de nieuwsvoorziening heel belangrijk is om via met overheidsgeld neergezet te blijven worden. Ik denk dat een aantal culturele programma's moeten blijven bestaan. Geef Han Reiziger met de VPRO als een kans en als een succes. Een programma waarvan ik vind, en ik kijk naar de kijkcijfers, die zijn laag, maar wat ik vind is nou typisch publieke omroep wat moet blijven bestaan. Doodzonde dat het kapitaal verdwenen is. Type van programmering wat gewoner eigenlijk moet zijn. Nou, dat soort van zaken komt weer terug in een andere vorm. Alles komt terug in een andere vorm. Ik zeg, kapitaal had best in zijn huidige vorm gewoon kunnen doorgaan. Mijn stel. En daar zitten de functies van de publieke omroep ook in de toekomst. En op dit moment denk ik dat men, gedwongen door een situatie waarin aan één kant er publiek geldt en aan de andere kant men vastzit aan wat ik noem de weeffout van 1967. En de weeffout van 1967 was dat men reclame op de zenders ging introduceren en daarmee in het kijkcijfersyndroom kwam. En dat is natuurlijk voor de voeten gaan lopen op het moment dat de commerciële omroep een start ging maken en die alleen maar van de reclame ging bestaan en niet anders kan, en ook als niet geen andere opdracht heeft, dan amuserend bezig te zijn en op die manier grote kijkersgroepen aan zich te trekken. En dan kom je bij logica, kom je in het probleem terecht, wat meneer Van Dodewaard net schildert, is dat voor een avondprogrammering je deels een sterk programma nodig hebt om een grote kijkersgroep aan te trekken, die je hoopt dat die daarna blijft hangen om naar een ander cultureel programma te kijken. Maar u zegt dat wordt kijken. Nooit een aantrekkelijke kijkavond. Nou, ik vind dat het niet vanuit een duidelijke systematiek van één programmering is neergezet. En dat is wat ik hoop als ik het schema van Nederland 3 zie, dat straks wel gaat komen. De Tros is ooit begonnen als een puur commerciële omroep. Wanneer is die identiteit erin geslopen bij de Tros? Ja, na de Remeiland affaire hebben we ons gepositioneerd als ondogmatisch, niet politiek en niet religieus gebonden. Maar ik denk dat Is dat daarna gebeurd of was dat op de Remeiland ook al Nee, ik denk hoog dat dat daarna gebeurd is. Heel duidelijk. Gevolg heel van duidelijk. Het feit en dat we leven daar ook heel streng naar, die regels die we onszelf gesteld hebben. Mm. Maar ik denk wat je. De kreet verzuiling hoor je nog heel vaak in dit land. Maar ik denk dat een hartstikke achterhaalde zaak is. Ik bedoel, als ik naar de VARA-achterban kijk, dan zijn dat niet meer
Arbeiders met eeltige knuisten die woedend naar de kapitalisten in de Wassenaar zwaaien. De NCRV-mensen zijn niet meer mensen meer met hoedjes op die twee keer per dag per definitie naar de kerk gaan op zondag. Of zou niet de beste in de achterban zullen zitten. Nee, al die omroepen hebben zich ontwikkeld tot een soort van lifestyle groepen, tot merken. Met mensen die bepaalde karakteristieken hebben, vergelijkbaar met merken zoals je ze ook in het bedrijfsleven tegenkomt. Er zijn heel veel sterren in de afgelopen jaren overgegaan van de publieke omroep naar de commerciële omroep. Die hebben dus allemaal niets met identiteit te maken. Dat is allemaal uitwisselbaar, is een dode waard. Nou, het ligt aan wat je met een ster doet, hè, natuurlijk. Een ster is geen programma. Het hangt er vanaf wat voor het programma die je presenteert. Zou u het willen hebben, meneer Boermans? Love Letters? Love Letters. En Linda de Mol? Ja. Morgen. Morgen. Maar, doet u daar ook moeite voor? Nee. Nee, wij zijn heel tevreden met Henny Huisman en met Ron Brandsteder, met Rolf Wouters op Veronica. En we zijn ook heel tevreden met André van Duin uiteraard. Mm-hmm. En laten we wel wezen, je hebt maar een beperkte mogelijkheid om deze topsterren, en daar behoort Linda zeker bij, om daarvoor ruimte in je schema's te hebben. Want dat zijn hele dure, grote producties. En daar kun je in een commerciële omgeving er maar een beperkt aantal van in je schema's hebben. Dus met andere woorden, wij kunnen ook maar een beperkt aantal van deze... U zou Linda de Mol op dit moment niet kwijt kunnen. Daar zou ik ernstig achter, ik zal altijd dan ernstig achter mijn nog weinige haren als gaan krabben. Op de stoep staat, maar natuurlijk, dus ik zou daar zeker over nadenken. Maar het is niet zo dat ik nou zeg van ik heb morgen een programma kant en klaar staan of een timeslot waarin ik die producties kwijt kan. Er gaat geen oorlog ontstaan om sterren. Er is geen reden om op dit moment nog te verwachten dat er een oorlog rondom de sterren gaat ontstaan. Wie zou u nog meer morgen willen hebben van de publieke omroep? Nee, maar dan komen we meer in de discussie te hebben van wie zou je meer willen hebben, waarvan je zegt van mensen waarvoor ik een grote, intense bewondering heb, hoe ze met bepaalde zaken bezig zijn. Ik vind de manier waarop een Paul Witteman bezig is met bepaalde zaken, dat vind ik heel goed. Hebt u hem al en dat gevraagd? Zou, nee, maar het zou zeker niet meer staan in een commerciële omgeving. Paul de Leeuw? Paul de Leeuw? Ah, vind ik leuk. Oh. Zou die komen bij RTL 4 of bij Veronica? Nee, als hij zou komen, hij komt niet. Nee. Dus het is allemaal theoretische discussies. Maar als Paul de Leeuw zou komen, is er altijd wel iets leuks binnen het Veronica-gedeelte. En er zijn ook andere programma's die ik leuk vind, hoor. Bij de Tros vind ik Deadline, vind ik een leuk programma. Kijk ik met plezier naar. U krijgt straks, of u het leuk vindt om te horen of niet, heel veel macht. Hoeveel procent kijkdichtheid wilt u eigenlijk? Ja, dus hebben we bij herhaling gezegd. Wij denken dat we met de programmering die wij voor de kijkers gemaakt hebben, in dit najaar een 41% van de Nederlandse kijkers gaan bereiken met de drie verschillende zenders. Waarbij we grofweg een 20-22% voor RTL 4 denken te halen. En dat we een procent op 6,5% in de orde van grootte voor RTL 5 gaan halen. En het verschil gaat dan naar Veronica. Mm-hmm. En dat is alles. En, u streeft niet naar 60 of naar 70? Wij hebben geen streven naar 60, want ik heb het niet in mijn businessplannen staan. En de kijker bepaalt dat uiteindelijk zelf. Stel dat het 40 zou worden voor de commerciële. Dan is de berekening ongeveer dat er 20 naar diversen gaan en dat er 40 voor de publieke omroep zou overblijven. Is dat genoeg voor de publieke omroep? Ik zal altijd proberen dat aandeel groter te maken. Maar wat is een minimum? Daar zou ik geen uitspraak over willen doen. Ik vind dat zijn self-fulfilling prophecies als je dat gaat doen. Ik vind dat je altijd naar meer moet streven. Als je minimum aan gaat geven of zeggen van het zal wel zakken, dan gebeurt dat ook. In Duitsland is het 10% nu ongeveer. Ja. Tussen de 10 en de 20% voor de publieke omroep. Is daarmee te leven? Absoluut niet. Kan je zien hoe je op moet letten en hoe je goed hier moet organiseren om er wat aan te doen. Toch gaat u voor een deel op dezelfde markt zitten. Hebt u voldoende wapens voor die concurrentie? Wat zou u veranderd willen zien, meneer Van Dodewaard? Hoe ik dat zie? Ja. Ik denk dat je, zoals bij de meeste bedrijven, een directie zou moeten hebben die een beleidsplan maakt. Een marketingplan.
Ik denk dat die directie een raad van commissarissen zou moeten hebben waar de omroepvoorzitters in zitten en waar de kroonleden in zitten. Dus een beetje het huidige NOS-bestuur. Die moeten zich daar niet dagelijks mee bemoeien, maar die moeten, zoals dat in het bedrijf ook gebeurt, één keer per jaar zo'n plan goedkeuren en dan een paar keer per jaar kijken of dat plan op koers ligt. En dan denk ik dat in het kader van zo'n totaal gemaakt plan moeten die verschillende netten die allemaal een eigen profiel hebben, die moeten met een netcoördinator die uit het midden van die omroepen benoemd wordt, daaruit naar voren komt, moeten die binnen het kader van zo'n profiel, moeten ze programma's aanleveren door die omroepen die zorgen voor die waarderingscijfers en voor die marktaandeelcijfers. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Je moet dat een beetje zien als een Albert Heijn winkel, die ook een profiel heeft. En waar de merkartikelenfabrikanten die het product op de schappen zetten, zorgen voor het totale profiel van die Albert Heijn winkel. Hmm. En bent u de vakkenvuller? Als Tros? Die wil ik graag zijn, ja. De huidige netindeling, daar bent u dan tevreden mee? Dat wil zeggen NPS, VARA, VPRO op 3... U samen met nee, ik ben daar erg ontevreden over. Ik ben tevreden met een ontzettende professionele en integere aardige collega EO. Maar ik denk dat het voor het publiek veel duidelijker zou zijn als de drie zenders kwamen met een heel duidelijk profiel. En je zou een heel duidelijk profiel kunnen krijgen als je een beetje links progressieve zender hebt. Die heb je. Hè? Dat is 3 met VARA en NPS en VPRO. Dan zou je links progressief kunnen noemen. Je zou een liberale zender kunnen krijgen met Tros en met Avro op 2. En je zou met KRO, NCRV en EO zou je een levensbeschouwelijke zender kunnen krijgen. En ik denk als je dat zou implementeren, dat je voor iedereen ogenblikkelijk duidelijk plaatje neer zou kunnen zetten. Is sport een taak van de publieke omroep? Absoluut. Ik vind dat het een taak is van de publieke omroep om tegen zo laag mogelijke kosten sport te brengen. Ik vind het een heel bedreigende zaak dat je zo meteen alleen naar belangrijke sportwedstrijden kan krijgen als je een abonnement op een speciaal kanaal neemt. En op een bepaald moment kan het zo zijn dat je alleen maar tegen zeer hoge kosten rechtstreeks een sportwedstrijd kan zien. Moet de publieke omroep ten koste van alles proberen de voetbalrechten binnen huis te houden? Nou, ik zou me zelfs voor kunnen stellen, het klinkt wat eigenaardig wat ik net zeg, dat de publieke omroep misschien zelf met een abonneekanaal komt waar die sport brengt, maar dan met geen andere doelstelling om die kosten zo laag mogelijk te houden, om te zorgen dat het niet in de hand komt van leveranciers die daar, overigens begrijpelijk als je in de commercie zit, maar die er zo groot mogelijke winst op willen halen. U zei net, er komt geen oorlog over sterren en komt er wel oorlog over voetballen? Nee, ik denk het niet, om een hele andere reden. Is het de KNVB zelf die wel bepaalt hoe zometeen in dit najaar de verkoop van de sportrechten gaat plaatsvinden en hoe men denkt pakketten te moeten samenstellen. Gaat het om het Nederlands voetbal of gaat het om de Champions League of de Eerste Divisie? Wat doen we met het vrouwenvoetbal, et cetera, et cetera? En het tweede punt is dat sport wel hele hoge kijkcijfers haalt. En daar zijn we heel blij mee. Maar sport is heel erg moeilijk om het commercieel vertaalbaar te maken. Met andere woorden, om er wat geld aan te verdienen. Waarom? Omdat kennelijk zeg maar de sportrechten zo duur zijn, zo hoog geprijsd, dat je dat niet goed maakt uit de inkomsten van reclamegelden rondom die blokken heen. En dat ik op die manier beter een bepaald nieuwsuur kan brengen, of beter film kan brengen, of ander amusement, waar de reclamemaker meer in geïnteresseerd is. Dus met andere woorden, als sport betaalbaar blijft voor een bedrijf als de Holland Media Groep, dan zullen wij zeker zeg maar voor een deel van de sportrechten straks willen opteren. Maar let wel wat ik zeg, een deel van de sportrechten. Wij kunnen niet betalen de bedragen die de publieke omroep er mogelijk voor over heeft en die dankzij de goed gevulde kassen die de publieke omroep heeft, opgebouwd uit overigens goed eigen verdiend eigen vermogen, dus er is niks op aan te merken. En aan de andere kant geld wat in de kassen zit van de overheid hiervoor, die kunnen beschikbaar gesteld worden om straks deze bedragen neer te leggen voor sport. Wij kunnen dat niet, want ik heb al gezegd, je kan het niet vertaalbaar maken. En daarom denk ik niet dat waar de oorlog ligt de grens? Het contract met de KNVB kost op het ogenblik 17 miljoen, geloof ik? Ja, 17 miljoen. Nou, ik ga niet zeggen of de grens nog ligt bij 20 of 25 miljoen en ik neem daar zeg een 25% van. Want ik mik, laat dat duidelijk zijn, ik mik niet op het grote deel van die sportrechten.
Ik wil gewoon wel sport op de buis hebben, om de simpele reden dat mijn kijker dat van mij verlangt. Als ik nu Duits voetbal breng en ik breng Engels voetbal, en Engels voetbal is belangrijker geworden, te veel van onze jongens naar Engeland zijn gegaan, dan denk ik dat wij die kijker moeten blijven plezieren. En dat sommige dingen mogen dan best iets meer kosten. Maar wel iets meer. Want ik moet het uiteindelijk terug kunnen verdienen. Aan het eind van de avond is het wel zo dat mijn aandeelhouder zegt, heb je je jobje goed gedaan? En het jobje is goed gedaan als A, mijn mensen in mijn bedrijf het leuk vinden wat ze gedaan hebben. B, zeg maar dat mijn kijker plezier heeft gehad aan de programma's die mensen gemaakt hebben. En op de derde manier dat dit misschien ook nog wat geld heeft opgeleverd. Goed. We hebben het de hele avond gehad over uitzendavonden, over hele klassieke televisie zoals we die nu zo'n 40 jaar kennen. U hebt het belang van horizontale programmering benadrukt, omdat je de kijker een herkenbare avond moet geven. U hebt gezegd, de publieke omroep heeft daar een probleem. Die kan geen herkenbare avonden maken, omdat ze een dubbele taak hebben. Nu is hier vorige week door een van die deskundigen het perspectief geschetst dat in de toekomst er een enorm divers aanbod is, zowel via de kabel als via internet. En dat de kijker eigenlijk zelf bepaalt waar hij naar kijkt. Er worden programma's aangeleverd via verschillende technische mogelijkheden. En de kijker gaat zelf zijn televisieavond samenstellen. Daar heb ik u niet over gehoord. Is dat een ontwikkeling waar u op anticipeert of is dat onzin? Nee, het is geen onzin. Ik denk dat het een toekomstscenario is dat alleen men niet precies weet in welk jaar het gerealiseerd gaat worden. Nee, wat aan de orde is, is dat heel lang televisie in zijn huidige vorm zo zal blijven. Gratis televisie blijft zometeen afhankelijk van een paar sterke merken. En dat is de reden waarom ik zeg een RTL 4 zal en een Veronica zal zeg maar veel geld blijven investeren in zijn programmering om tot een sterk merk te blijven behoren, dat in de consumer's mind, de kijker dus, het gewoon leuk is en blijft om naar die twee grote merken te kijken. S'avonds thuis te komen, knop ja, aan, precies, blijven voilà. Zitten. En blijf je gewoon zitten en ben heel tevreden, want ik wil gewoon geamuseerd worden. Mm-hmm. Want ik ben een beetje moe. En is dat erg? Nee. Daarnaast zullen er een heleboel zaken zijn die veel meer eerst beginnen bij de generatie van mijn zoon van 10 jaar... die inderdaad met internet speelt, die de hele dag met zijn computer is, en die nog veel sneller met alle apparaatjes is dan ik ooit kan bedenken. Nou, die generatie, die geloof ik zo meteen, gaat er snel mee bezig. En internet is inderdaad een ontwikkeling waar we rekening mee moeten houden. Bij Veronica hebben we ook in die sector hebben we wat opgezet. Maar het zijn speeltuinen. Het zijn interessante speeltuinen, maar die je vooral moet nastreven. Maar voordat je er geld mee kunt gaan verdienen, in echte zin, dat kon nog wel eens een aantal jaren duren. Wel vind ik dat er een heleboel terreinen zitten die tussen de gratis televisie van dit moment en de betaaltelevisie en zometeen de televisie met de creditcard in gaat zitten, die zich zullen ontwikkelen. En dat kijkers gaan meedoen aan programma's via interactieve televisie en gaan inbellen in programma's. En in die zin zelf mee gaan doen welk programma men leuk vinden. Stel vanavond dat men even kan intoetsen of men dit gesprek leuk gevonden heeft, ja of nee. En dat wij nu van het scherm verdwijnen omdat men hen niet leuk vindt. Maar dat kan binnen de bestaande vorm van televisie. Dat kan nu al. Ja. Kan nu al. Ja. En deze bestaande vormen, en daar heb ik vorige week ook wat voorbeelden van gezien. Ja. Die zie ik allemaal wel in een sneller tempo ontwikkelen. Dus deze vormen van interactieve televisie, ja. Andere terreinen. Denk ik dat we toch eerder in het jaar 2010 zijn aangekomen om daar commercieel de grote vruchten van te plukken. De volgende stap zal zijn betaaltelevisie op abonnementsbasis. En diegenen die gewoon betaaltelevisie op abonnementsbasis gewoon goed gerealiseerd krijgen, die gaan daarna naar de volgende stap. Dat is video on demand, de creditcard en ik heb de film van de avond op dit moment. Ik wil nog even naar een recente ontwikkeling. Vorige week is bekend geworden dat de Europese Commissie bezig is met een informatieve ronde, met een onderzoek naar de fusie waar de HMG-groep uit voortgekomen is. Fusie tussen VNU en de Mol, RTL. Waar het om draait in dat onderzoek is of daar niet een te groot machtsblok, een te groot monopolie op de mediamarkt ontstaat. En het zou wel eens kunnen gebeuren dat die samenwerking in deze vorm niet de goedkeuring van de Europese Commissie kan wegdragen. Bent u daar echt van geschrokken? Nee, ik ben er niet van geschrokken. We zijn in Brussel meerdere malen geweest en voor mijn vakantie ben ik daar ook nog eens een dag geweest om een aantal dingen rondom de samenwerking in de Holland Media Groep uit te leggen. En het is logisch dat daar veel over te zeggen is. Het is een belangrijke samenwerking die plaatsvindt. Nou, daarbinnenin
kun je je afvragen of het te groot is. Wat is te groot als ik vandaag geconfronteerd word met de muis die nu een olifant geworden is. In Amerika doel ik op de merger met ABC en Disney. Dan zeg ik van, Disney heeft ABC gekocht. En daarmee is een omvang ontstaan die in Europa zijn invloed heeft en nu al zijn invloed heeft in Nederland via een participatie die Walt Disney heeft in SBS. Dan zeg ik van, waar praten we over de schaalgrootte waarover wij het hebben? Ik denk dat, dat dit een voorbode is van wat we in West-Europa kunnen verwachten. Ondernemingen als Walt Disney en ondernemingen als ABC zitten al in grote mate in West-Europa, investeren nu al in andere commerciële bedrijven die in dit land, en SBS onder andere, die in dit land aan het werk is. En ik heb daar overigens geen enkel probleem mee, maar zeg van, laat dan wel goede Nederlandse bedrijven met een bedrijf wat 350 kilometer hier vandaan gevestigd is, samen zeg maar de kans krijgen om ook Nederlandse bedrijven sterk te laten zijn en daarmee zeg maar hun verdere groei gewoon op Nederlandse markt en ook daarbuiten zeg maar verder mogelijk te maken. Ik heb er verder geen problemen mee. Vindt u het een gevaarlijk groot machtsblok, die Holland Media Groep? Ja, ik ben er niet zo blij mee. Dus, vindt u dat de overheid daar een stokje voor moet steken? Als dat zou kunnen. Waarom? Omdat het mij goed uitkomt in mijn concurrentiepositie, dat in de allereerste plaats. Maar als u aan de andere kant zou zitten, ik had het net over Berlusconi. Nee, ik had het ook over Berlusconi. Ik denk dat het niet goed is als. Ik vind dat het niet goed is als er te veel mediamacht in de handen van één partij komt. Hmm. En dat is niet alleen mediamacht in termen van stem die gehoord wordt, maar dat is ook in termen van beheersen van de creativiteit die er voorhanden is. Met andere woorden, u zou liever niet zien dat Endemol, die immers ook veel programma's voor de publieke omroep levert, een participant in dat bedrijf zou zijn? Ik zou die liever niet als participant zien. Ja, als die vrij stond, dan... Maar Endemol staat wel vrij, hè? Maar laten we duidelijk zeggen. Wij hebben als Holland Media Groep op geen enkele manier Endemol ook maar wat dan ook willen verbieden om te leveren aan welke derde partij dan ook. Endemol levert programma's aan de publieke omroep. Het is jammer dat De Vara een aantal succesvolle programma's van Endemol niet meer heeft willen aankopen. Dat is niet jammer voor De Vara, niet jammer voor ons. Ik heb er een aantal maar gelijk overgenomen. Mm. Want ga kijken naar het zonnetje en je hebt letterlijk het zonnetje in huis. Goed, Endemol levert aan iedereen, maar Endemol levert onder andere aan een bedrijf waar ze zelf commerciële belangen in hebben. Ja. Het wantrouwen zou kunnen doen ontstaan dat ze daar hun beste programma's onderbrengen. Och, ik denk dat ze de beste programma's kunnen onderbrengen bij SBS en ook bij Linda de Mol is een bewijs van een van de beste programma's die Endemol in huis heeft. Maar dat doe je toch niet als je zelf belang hebt in een andere onderneming? Ze doen het dus wel. Dat blijkt dus uit het praktijkvoorbeeld van Linda de Mol. Maar de Holland Media Groep bestaat net. Dat zou kunnen veranderen in de toekomst. Ik heb net aangegeven dat ik maar beperkte ruimte heb om dit soort type programma's te plaatsen. En dat ik er op geen enkele manier op uit ben om dat programma in mijn stal op dit moment geplaatst te krijgen. Ik heb er geen ruimte voor. En ik kan het niet betalen. Ja. Toch is het mogelijk dat een rapportage van de Europese Commissie daarop uit zou draaien. Dat ze zouden zeggen van nou, dat aandeel van Endemol moet minder, want er zit hier te veel in één hand. Hoe erg zou dat zijn voor de Holland Media Groep? Nou, er is op geen enkele manier is er bij mij zeg maar de indruk dat de Holland Media Groep in de essentie van zijn bestaan wordt aangetast. Stel nu dat Endemol niet mee mag doen van de Europese Commissie. Dan gaat het gewoon door. Gaat het gewoon door. Endemol kan altijd blijven leveren aan ons. En Endemol zal ook blijven leveren aan ons. Wat is uw favoriete televisieprogramma? Dat is eigenlijk Barend en van Dorp. Dat vind ik een mooi programma. Dat is op mijn zender. Ja. Wat is uw favoriete programma, meneer Van Dodewaai? Ik vind Taxi vind ik heel leuk. Ik vind uit eigen huis tv-show. Ivonie vind ik een van onze toppers. En het leiden van de Tros, dat is een grote ambitie voor u? Of zou u eigenlijk net zo goed hetzelfde werk bij RTL kunnen doen? Nou, ja, ik denk een publieke omroep, de Tros is geen religie. Ik vind de Tros een fantastisch bedrijf. En ik vind het heel leuk om het te leiden. En ik hoop het nog vele jaren te mogen doen. Maar dat zou niet betekenen dat als ik niet bij de Tros begonnen was, dat ik niet bij een ander bedrijf had kunnen werken. Bijvoorbeeld RTL. Dat had gekund, ja. Maar ik ben heel blij dat ik bij de Tros werk. Maar het is geen religie.
Stel, u gaat straks met pensioen en u kunt doen wat u wil. Wat gaat u dan doen? Ik heb een oud idee. Dat is, er moet een degelpersje komen. Een degelpersje is de eenvoudigste vorm van drukwerk. Waarop je één paginaatje maakt, daarop wat letters zet. En die letters die druk je af en dan heb je een pagina. Heb je ze bij elkaar, dan heb je een klein boekje. En ik wil ook alleen maar kleine boekjes maken. En dan wil ik, van mijn part zijn dat verzamelingen van gesprekken à la deze. Over het onderwerp televisie in de toekomst. Maar het kan ook een aantal mooie gedichten zijn. Dus ik heb nog best een heleboel andere dingen die ik leuk vind. Mooie boekjes maken. Absoluut. Dank u wel voor dit gesprek.